Een samenloop van factoren kan ertoe leiden dat kinderen een afwijkend gedrag vertonen. Dit zegt Milton Bisschop, hij is hoofd van de afdeling voorlichting jeugdzaken van het Korps Politie Suriname. Deze factoren kunnen volgens Bisschop veelomvattend zijn. Het kan variëren van kinderen die weinig aandacht krijgen, peer pressure en de negatieve invloeden van sociale media. Volgens de publiciteitsdienst van het KPS hebben enkele jeugdigen geprobeerd een technische school in brand te steken. Intussen is er een jongen in verzekering gesteld. Bisschop zegt dat ouders erop moeten toezien dat kinderen niet overgaan tot het plegen van zulke handelingen. Een rol vervullen, we zeggen het altijd, wij van de politie, ouders zijn de eerste optreden, zij zijn de opvoeders en zij zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Desalniettemin willen we ook de ouders oproepen ervoor te zorgen dat ze gaan kijken wat zijn de manco's van de ouders, de tekortkomingen, waarin schieten ze nog tekort dat kinderen nog dergelijke handelingen plegen. En een goede communicatie met dat kind. Kinderen moet je alles voorhouden, gewoon voorhouden wat is de realiteit, oorzaak en gevolgen. En dat kind staat voor een kruispunt. Op den duur gaat dat kind zelf een beslissing moeten nemen. Maar we weten dat als ouders, als je wezenlijke bijdrage levert, dat dat zeker zal zorgen ter minimalisatie van jeugdcriminaliteit. Bisschop zegt dat zijn afdeling zich niet bezighoudt met statistieken over jeugdcriminaliteit. Hij is daarom voorzichtig om een uitspraak te doen over het verloop van jeugdcriminaliteit in Suriname. De trend, als ik dat voorzichtigheidshalve mag zeggen. Maar we maken ons nog steeds zorgen omdat we zien dat jongeren nog steeds slachtoffers worden van jeugdcriminaliteit in de ruimste zin des woord. Maar ook dat jongeren ook verdachten zijn in zaken waarbij we ons ernstig zorgen maken. Dus al met al zeggen wij moeten doorgaan met preventie. En het baat ons nog steeds zorgen omdat wij vinden. En wij gaan ervan uit, trouwens is ons corpus dat ook de jeugdcriminaliteit moet gaan minimaliseren. Ondanks we geen cijfer hebben, maken we ons toch ernstig zorgen. En we zeggen we gaan verder met de preventie. Sheridat Otaar is schoolhoofd van de Surinaamse Technische School 1. En hij is blij dat de politie snel ter plaatse was en het vuur heeft kunnen doven. De schade beperkte zich tot een muur van een lokaal, zegt hij. De rapportage naar het ministerie van Onderwijs heeft al plaatsgevonden. Echter is er nog geen respons van die zijde. Verder is alles onder controle, zegt Sheridat Otaar, schoolhoofd van de STS1, die wij spraken naar aanleiding van de recente poging tot brandstichting door jeugdigen.